Beweging in sich im Spiel. Eine Schießpauschale. Gegen zie je dat ook, maar die grote beweging in het lichaam die stopt op het zadel omdat hij nog niet echt door het nek zat. Als je naar elders kijkt, zie je eigenlijk dat die dikke spier die in de staart begint, over zijn billen loopt, op het zadel loopt, over de kop naar zijn oren, dat dat al iets meer één geheel wordt. Dat wordt mooi rond en dan laat je mooi los. En dan wil ik graag een iets stillere houding kunnen vinden. Hij doet voor mij. En ik denk voor jou mag hij iets minder diep. Op het moment dat je eigenlijk afremt en je gebruikt de deur om terug te komen, moet het ook zijn dat de gas tussen je been los kan blijven hakken. Dat is nog iets wat zeker bij een jongvaart als deze nog helemaal doorgewerkt moet worden en dat allemaal nog getraind moet worden. Maar die weg er naartoe is niet van de goede weg ingeslagen. Dat daar een beetje over naar de stap maken ergens. En over naar de stap. Even netjes voorrijden. En dan weer opnieuw aandragen. Goed gedaan. Heel veel kleuren moet je dat nog doen. Als je dat herhaalt, hij mag iets directer weg. Maar je deed het goed, want hij ging nog niet meteen weg. Moet ik nog een keer halen. En daar moet je dus sterker en handiger worden. Goed. En praat weg. Ja, maar jaag niet meer voor jou. Probeer het eerst nog een keer met je been te doen voordat je met je been komt. En mijn stukje rechterhand is ook iets makkelijker voor me. Wat hij nu doet op die volte, zet hij iets over die buitenkant weggedaan. Ja, hij is goed gedaan. De tweede. Ik weet niet of jullie het zien. Als je naar het been van Nels kijkt, nog een keertje terug naar stap Nels. Ze geeft been. Eigenlijk reageert hij dan niet meteen. Ze geeft het tweede been, wat iets groter is dan het eerste. En bij het derde been gaat hij goed. Als je dat maar heel consequent volhoudt, dan weet je op een gegeven moment bij het tweede been al, als het nou niet gaat, komt het derde been. En dat doe je goed. Dus hou dat vol. Draai weer aan. En uiteindelijk moet je natuurlijk op het eerst goed zo. Heb je veel druk in je teugel af? Ja. Rem dan nog eens iets zuiver af. Juist. Nog een keer terug, stap. En drap. En nog een keer stap. Heb je door het nek laten zakken. En nog een keer aandraden. Zo. Ik leer hier ook weer van natuurlijk, hè. Ik heb ook eens goed... Hij heeft een rolbeen en daarom tilt hij zijn hoofd op. Dan moeten we zo in het begin van het uur even mest. Goed zo. Jouw plekje, laat het maar een klein beetje doorgaan. Je probeert in het tempo te komen waar je ook even je knie en je been los kunt laten hangen. Maar laat het iets doorgaan weer. Anders moet je iets te hard blijven werken zelfs nog, hè? Hij gaat iets rechts gebogen, hè? Ja, dat vind ik op zich nog niet zo heel erg. Zorg wel dat je twee deuren blijft gebruiken, dat je paard recht blijft maken. Juist, goed zo. En maak je voeten niet te klaar. Als je niet hoeft uit te wijken voor de anderen. Kevin.